is nou alles wat in de krant staat waar? Want jullie kunnen toch van alles opschrijven? Ja. Nou, kijk, we maken wel eens een foutje, maar dat komt niet heel vaak voor. Maar op internet staan wel veel foutjes. En dat is ook niet gek, want dat gaat heel snel. En wat heel snel gaat, dat is vaak slordig. En bovendien, op internet werken ook mensen die geen journalisten zijn, dus die niet goed checken. Voor een krant is het dus heel belangrijk dat het altijd betrouwbaar is. Dat de lezer weet, oh, het staat in de krant, dus het is waar. Ik lees mijn nieuws altijd op een tablet. Hoe lang blijft de krant nog bestaan? Een krant blijft sowieso wel bestaan. Het maakt niet zoveel uit alsof het uiteindelijk nog op papier is of op een tablet. Want het is belangrijker dat het blijft bestaan. En daar ben ik heilig van overtuigd. Want we zullen altijd behoefte hebben aan de selectie van het nieuws. Want er is zoveel nieuws in de wereld. Zo ontzettend veel nieuws. Als niemand dat voor jou selecteert, zou je niet weten wat je moet lezen en wat het betekent. Dus je hebt altijd een groep mensen nodig. En dat is de redactie van een krant. Die voor jou zegt, dit is belangrijk, dit moet je lezen.